Hey, ho, let's go! Ho! Hey, 800 likes krijgen jullie morgen een nieuwe video van mij. Ja, like. Ik wil seks. Ja, je leest het goed in de titel. Seks op je 14. Welkom in België. Oké, het is nog niet goedgekeurd, maar we gaan er toch over praten vandaag. Er is een brief, een ding echt dient in België om de sekswet van 16 naar 14 te verplaatsen. Maar er zijn nog allemaal andere dingen die daarover gespeculeerd worden. En dat zijn de kleine lettertjes van het document. Dus boys, daar ga ik jullie in deze video wat meer vertellen. Seks op je 14, het kan in België. Let's go. Want de andere pet zit in de wasmachine, want er is een vlek op. Ik weet by the way ook niet of jullie het weten, maar ik heb een foto met Enzo Knol. Die zien jullie nu, holy shit, ik stap die foto met één gehechte Enzo Knol. Ik kreeg een comment van iemand dat wij tweelingbroers waren, holy shit, fucking nice. Oké, maar dus yo YouTube, ik zit hier met vandaag een nieuwe game video op mijn kanaal. Vandaag spelen wij het enige echt beste spel ooit gemaakt door de Call of Duty franchise. En dat is Black Ops 2, niet... dood, ja, geweldig. Vandaag spelen wij Black Ops 2, het beste spel gemaakt ooit door de Call of Duty franchise. En holy shit, we zijn nog in leven. Maar vandaag gaan wij het dus hebben over die enige echte sekswet, of hoe je het ook wil noemen. Ik noem het gewoon de sekswet, om het makkelijk te houden. Ik weet niet of jullie het weten, maar in België is het nu dus illegaal, om het zo te zeggen, om seks te hebben als meerderjarige met iemand die jonger is dan 16. Als alle twee de kinderen onder de 16 zijn, dan mag het ook. Als er natuurlijk, ja, als het geen verkrachting is of zo, dan mag het ook. Nou, persoonlijk heb ik daar geen probleem mee. Ik vind 16 wel een mooie leeftijd. Dat is zo, ja, de leeftijd waar het allemaal begint. En ja, ja. Maar er is nu dus iets aan de gang met de politieke partijen van België. En één partij heeft eraan gedacht om een brief in te dienen. Met daarin, ja, het idee om de wet te veranderen van 16 naar 14. En er een maxleeftijd van 5 jaar tussen te stoppen. Dus dat betekent dat je dan als 19-jarige seks mag hebben met iemand van 14. Stel je voor, jij ligt daar als jongetje of als meisje van tweede middelbaar. Ligt daar met iemand die al afgestudeerd is aan de, ja, aan de school. Dat is een net geboren kind met een... net geboren kind. Dat is gewoon fucking verkrachting. Ik zweer het, ik vind het echt... Ik vind dat het nergens op slaat en dat het echt gewoon niet mag en dat het fucking kut is. Als 14-jarige... Oké, ik weet dat er mensen zijn die als 14-jarige al seks hebben gehad. Geen probleem daarmee, ik vind dat je geen leeftijd op seks mag plakken. Ik vind dat als je dat je moet doen wanneer je er klaar voor bent. Maar het leeftijdsverschil 14-19 vind ik er toch een beetje over gaan. Het is een maximum leeftijd, dus het kan ook met iedereen die jonger is. Maar ik vind als je 14 bent... dat je nog niet echt moet denken aan seks. Als de overheid het goedkeurt en als het echt wordt toegelaten, deze regulering van 14 jaar, dan zal er ook een veel grotere druk liggen op kinderen van 14 jaar. Want ik weet zelf dat er nu al een druk ligt op mensen die 16 zijn, die bang zijn omdat ze nog geen seks hebben gehad. Ik heb mensen die 16 zijn, die het kut vinden dat ze 16 zijn en nog maagd zijn. Even eerlijk, ik ben 15, ik heb nog geen seks gehad. Hey shit, is maagd! Hey, als sterrenbeeld ben ik een kreeft. Maar ik ben nog maagd, dus ja, is goeie. Maar dus laat even weten in de comments wat jullie denken. 14 jaar, ik weet het niet, ik vind het een beetje fucked up. Ik vind het dan ook zo nutteloos dat België zich daarmee bezighoudt. In plaats van eerst een keer nuttige dingen te doen. Misschien eens een beetje meer aandacht geven aan de Belgische YouTubers. Misschien de belastingen een beetje intrekken. Nee hoor. Nee, laten we praten over seks. Laten we praten over seks. Zoals we allemaal wel weten, zijn er al kinderen van 14 die al seksueel actief zijn. En dat kan natuurlijk, want de ene persoon is al sneller volgroeid dan de andere. Sommige mensen hebben al een heel volgroeid lichaam op hun 14, terwijl anderen nog altijd met een klein, ja, gewoon met een zwanworstje rondlopen. If you know what I mean. Terwijl andere kinderen gewoon nog video's zitten te maken op YouTube. Terwijl andere kinderen al meewerken aan de nieuwste pornofilm. Ik bedoel het kan allemaal in België. En als je de wet gaat verlagen, dan zet je eigenlijk gewoon nog grotere druk op kinderen. Ik ga het zelf ook zeggen. Ik heb zelf ook al gedacht van, holy shit, ik ben nu bijna 16 en ik heb nog geen seks gehad. Is dat erg? Ga ik nu uitgesloten worden van de club? Mag ik nu niet in de ontmaagdelijke club? Is het al een uitgesloten club? Ja, precies die. Ik vind dat kinderen absoluut niet moeten denken dat het een schande is om aan je 16 nog niet ontmaagd te zijn. Je moet geen leeftijd plakken
op 6. Goed, wanneer je zelf echt 100.000 miljoen procent zeker bent dat je er klaar voor bent. En als je weet dat je er klaar voor bent, kan je inderdaad meespelen in de nieuwste pornofilm Backdoor Sluts 9. Vanaf 29 mei te zien in Cinema Acid. Ik vond het gewoon belangrijk om dit een keer aan jullie te melden, want ik vind seksuele voorlichting erg belangrijk en ik vind dat er moet over kunnen gepraat worden in deze tijd van het universum, want het is nogal een belangrijk onderwerp. Anders wordt het programma 16 and Pregnant te bekend en ik vind het eigenlijk wel komisch om te kijken naar 16 and Pregnant, want je ziet gewoon dat de kinderen niet oud genoeg zijn om mama en papa te worden. Dus daarom vind ik het ook wel een beetje erg dat België die wetgeving gaat invoeren. Mama. Wat is er? Ik praat over dat je seks met hem van je 14. Ja, ja. Mijn mama wil gewoon ook even in de spotlight staan. Je hoort het meteen aan de manier hoe ze praat. Ze wil gewoon in de spotlight staan. Ja, je hoort het gewoon. Maar dus om deze video nog aan een mooi einde te brengen. Ja, als jij seks wil, koop dan gewoon een pak condooms. Zorg dat je niemand zwanger maakt. En doe het veilig. Ben jij nog niet toe aan seks? Goed, ik ook niet. Ik weet niet. Ik weet van mezelf dat ik daar nog niet klaar voor ben. Ik denk als ik seks zou hebben, dat ik gewoon een random domme opmerking erdoor gooien op het moment dat het gebeurt. En dat ik dan eigenlijk heel het gevoel kapot maak. Dus nee, dank u. Ik wacht wel nog totdat ik klaar ben of zo. Tot die tijd blijf ik gewoon even stonden op YouTube. Ja. Ik denk ook niet dat een YouTuber zijn een pluspunt is om een meisje te versieren. Maar oké. Dus heb geen kutgevoel als jij nog eens seks hebt gehad en vrienden van jou wel. En als ze daar een stomme opmerking over maken, bijvoorbeeld. Hé, je bent nog macht. Nee, dat gewoon zeg van oké. En laat hem zijn. Het is niet iets dat je moet doen om ermee te kunnen stoeven. Het is iets dat je moet doen als je klaar voor bent. En dat je moet doen om, weet ik veel, om plezier te hebben of zo. I don't know. Ik ben er zelf nog niet klaar voor. Maar ik vind het gewoon een beetje raar dat België deze ding in gaat voeren. Want waarschijnlijk wordt het wel goedgekeurd. Heb ik zo gehoord van volwassen mensen die erover aan het praten waren. Dus ja, ik denk gewoon dat het een domme beslissing zou zijn van de Belgische regering. We kunnen beter bezighouden met andere dingen. Bedankt om te kijken naar deze video. Vond jij het goed? Heb je iets bijgeleerd? Doe dan een duimpje omhoog. Vond jij het saai? Heb je niks bijgeleerd? Doe dan ook een duimpje omhoog. Check het kanaal van Vloggende Vader in de beschrijving voor vette, verse vlogs van Vloggende Vader. Ik ben Acid en ik zou zeggen, smash die like. Acid, oh shit. Dus ik ben Acid en ik zou zeggen, adios mensjes van de aardbol. Ja, nee, oké. Deel deze video zodat veel mensen op de hoogte zijn van dit fenomeen. Ik ben Acid en ik zou zeggen, ja, afstandsbediening.